SNB verwerkt jaarlijks zo'n 420.000 ton zuiveringsslip afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het bedrijf streeft daarbij naar een volledig energie-neutrale verwerking van het slip. De opening van het eigen zonnepark, nu ruim 2 jaar geleden, was daarbij een belangrijke volgende stap. Wat is het doel van zonnepanelen bij het verwerken van zuiveringsslip? Ontwaterd zuiveringsslip bevat relatief weinig energie, omdat er heel veel water in zit. Dat water moet eerst verdampt worden in ons verwerkingsproces. De afgelopen jaren hebben we heel veel geïnvesteerd in het verbeteren van onze energiehuishouding. Helaas is dat niet genoeg en daarom hebben we dit zonnepark aangelegd. Het zonnepark is sinds juli 2019 in gebruik. Wat zijn tot nu toe de resultaten? Dit zonnepark bevat 7659 panelen die aangesloten zijn in clusters. Daarmee voorzien we onze slipverbrandingsinstallatie van stroom. Het doel was 2,2 miljoen kilowattuur per jaar en in 2020 hebben we maar liefst 2,4 miljoen kilowattuur opgewekt. Betekent dit dan ook dat SNB stroom teruglevert aan het energienet? Indirect wel. Als de zonnepanelen en de stoomturbines voldoende stroom opleveren voor de verbrandingsinstallatie, dan leveren we terug aan het net. Is de doelstelling om energie-neutraal slip te verwerken met het eigen zonnepark nu gehaald? We hebben de doelstelling nog niet gehaald, maar we zijn wel op de goede weg. Sinds 2005 zijn we bezig met onze energieoptimalisatieprojecten. Inmiddels is ons energieverbruik gedaald naar 9%. Dat betekent dat we nog 9% nodig hebben om volledig energie-neutraal te zijn. Dat zijn we nu aan het onderzoeken, maar de grootste klus is geklaard.